Ik kan het niet in één woord, maar wel in één zin. Het mooiste en meest idealistische avontuur van de naoorlogse Vlaamse beweging. In één woord is moeilijk. Standvastigheid, richtlijnigheid, duidelijkheid in onze boodschap, in ons programma. Wie had ooit gedacht 45 jaar geleden dat het terenplantje van toen uitgegroeid zou zijn tot de statige boom die het Vlaams Belang vandaag is. Het is echt een succesverhaal met vele overwinningen, af en toe een nederlaag, maar telkens stonden we er terug sterker dan ooit tevoren. Mag het ook in twee woorden? Passie en visie. Een passie voor de Vlamingen, voor Vlaanderen, voor de Nederlanden, voor Europa. En een visie van waar het met die Vlamingen, Vlaanderen, de Nederland en Europa naartoe moet. Aardbeving. We zijn echt, toen we eraan begonnen, leefden we nog in de CVP-staat. Die af en toe is met de liberalen, af en toe is met de socialisten. Het hele land domineerde. Ja, en heel dat politieke schema dat vanaf de Tweede Wereldoorlog alom aanwezig was, dat hebben we helemaal ondersteboven gegooid. Het Vlaams Lang Jongeren, met jongeren zoals Chris Janssens en Barbara Pas, onze parlementairen, en een Tom van Grieken en vele anderen die opkwamen bij VBJ. Dat was veelbelovend. Zij hebben de kentering gemaakt, zij hebben de doorbraak er terug bijgebracht. Mij is het meest bijgebleven de onvoorstelbare inzet van duizenden kleine en bescheiden mensen in Vlaanderen voor die partij. Mensen die alles riskeerden, mensen die geld en tijd en een job op het spel zetten om het Vlaams Belang en het Vlaams Blok destijds groot te maken. En dan een paar figuren uiteraard ook. Hè. De onvergetelijke Karel Dillen. En dan mensen die nog altijd voor mij vrienden zijn, sommigen tot over de dood vrienden gebleven zijn. Als ik er één mag noemen, mijn goede kameraad, vorig jaar overleden, Francis van den Einde. Wel, mijn partijvoorzitterschap was natuurlijk een heel speciaal partijvoorzitterschap. We hadden in 2012 niet alleen de Antwerpse, maar alle gemeenteraadsverkiezingen verloren. En onze toenmalige partijvoorzitter, mijn vriend en strijdmakker Bruno Valkeniers, kwam mijn kantoor binnen in de Kamer en hij zei: ik geef er de brui aan, ik kan hier nu niet meer als voorzitter met voldoende gezag aanblijven. Mijn belangrijkste herinneringen gaan natuurlijk naar die verkiezingsavond die helemaal niet leuk was. De dagen ook nadien, veel mensen moeten ontslagen, alles opnieuw moeten organiseren en dan uiteindelijk zelf ontslag nemen, want dat had ik ook voorzien. Voor mij is dat natuurlijk geweest het fameuze proces, het fameuze racismeproces, waarbij het Vlaams Blok uiteindelijk een verboden partij geworden is. Maar dan die omschakeling die wij hebben gedaan, die stichting van die tussen aanhalingstekens nieuwe partij, dat Vlaams Belang, waarbij we niemand verloren hebben, waarbij we een dynamiek en een enthousiasme gecreëerd hebben, resulterend bij de verkiezingen dan nadien maar op 24% van de stemmen in Vlaanderen. Dat was iets gewoon fantastisch. Niet mijn verdienste, maar de verdiensten van die duizenden militanten van toen en hopelijk nog altijd van vandaag. Wel, dat is dat, dat de partij zichzelf tijdens dat voorzitterschap, hoewel het een crisisbeheer was, tijdens dat voorzitterschap toch heeft heruitgevonden. Ik bleef overal zeggen, ik ben hier alleen maar om de partij drijvende te houden, om het zo goed en in orde en in eensgezindheid naar de verkiezingen van 2014 te brengen. Maar daarna ben ik weg, want daarna is het al een nieuwe en een jonge generatie. En mensen trokken aan mijn mouw, maar nee, Gerolf, jij doet dat goed, je moet dat niet zeggen op tv en in het openbaar, dat moeten ze toch niet weten, stop daarmee, je komt pessimistisch over en zo. Maar ik hield dat toch vol, dat was mijn voornemen van zodra ik voorzitter werd, ik ga dat hier deftig en proper organiseren, de schade beperken in 2014. En daarna gaan we doorschakelen naar een moderne, jonge, nieuwe generatie. Dat onze tegenstanders van de Belgique en van de linkse progressieve pers ons niet klein gekregen hebben. Dat het niet nodig was te hopen om te ondernemen, nog te slagen om te volharden. En het is gelukt, we zijn er doorgekomen, we zijn herrezen zoals een feniks uit zijn as. Ja, en het is aan de geschiedenis van de partij en de Vlaamse beweging om te oordelen wat mijn steentje, wat mijn bijdrage was hierin. Ik ben in elk geval gelukkig met de partij zoals ze vandaag is,
Mocht het Vlaams Belang niet bestaan, we zouden ze onmiddellijk moeten opnieuw uitvinden. Ik heb het inderdaad van dag 1 mogen meemaken. Ik was toen 17 jaar, zat in het laatste jaar van de Humaniora. En het was werkelijk echt een zaak die zich afspeelde in de Kolmastraat. Dat was de woning van mijn ouders. Iedereen kwam daar werken, pamfletten plooien, alles voorbereiden voor de verkiezingen. Van daaruit werd er s'avonds en vaak ook s'nachts tijdens verkiezingsperiodes met de plakborstel op stap gegaan. Zelfs in het begin ook in aanwezigheid van papa, die zijn militanten daarin heel, heel hard steunde. Geef ook voldoende plaats voor de jeugd. Wees het voorbeeld van papa indachtig en maak tijdig plaats in de opvolging voor een jongere. Nood hebben aan mensen met passie en visie. Want niks is zo nefast dan te blijven stilzitten. Niets is er nog vast dan te denken, we doen dit al vele jaren zo, dus of het nu gaat in de politiek of in het bedrijfsleven, het zal wel goed zijn wat we al zoveel jaren doen. Maar zoals ik zeg, dat is nefast. Belangrijk is dat je zelf constant jezelf verandert, voordat je veranderd wordt. Ja, ik moest naar een debat, ergens in een of andere verkiezing, ik denk voor het Vlaams Parlement. En ik moest met Bart Somers in de televisiestudio van Polsmoel en de Smet gaan zitten. We moesten de Vlaamse begroting, laten zien wat we met de Vlaamse begroting zouden doen. En aan de hand van Lego-blokjes. Ik had iemand weggestuurd om een zak Lego te kopen of een doos Lego. En ik had dat overal in mijn jaszak gestoken. Dus tijdens de uitzending die rechtstreeks was, Polspoel en de Smet konden er niks aan doen, begon ik eigenlijk Bart Somers te verwijten dat dat allemaal niks was in vergelijking met de miljardentransfers. Ja, maar meneer Annemans, dat is nu niet aan. Jawel, jawel, dat is wel aan de orde. Ik zal u eens tonen wat dat betekent, die miljardentransfers. En dan ben ik Lego-blokjes op de tafel beginnen gooien, in plaats van daar met één of twee blokjes te schuiven van de onderwijsbegroting naar de begroting gezondheid en welzijn, begon ik daar heel de tafel te bedekken met Lego-blokjes. Het zou denk ik heel pretentieus zijn om Toon van Grieken de les te spellen. Maar ik kan hem misschien wijzen op een fout die ik zelf gemaakt heb. De fout die ik gemaakt heb, of een van de fouten die ik gemaakt heb, was denken dat wanneer men gelijk heeft en wanneer men het beste programma heeft, dat dan wel alles goed komt en dat we dat programma ooit in daden en in beleid zullen kunnen omzetten. Dat gaat niet zomaar. Daarvoor moet men niet alleen de beste zijn en het beste programma hebben, maar moet men ook bruggen bouwen. Met andersdenkenden die een stuk met ons zullen meegaan. Dat is de grote uitdaging, denk ik, van het Vlaams Belang in de komende jaren. Dat is een titanenwerk voor Toon van Grieken. En ik kan hem alleen maar heel veel sterkte en het allerbeste toewensen. Want een stuk van het lot en de toekomst van ons volk ligt in zijn handen. En dat is een gigantische verantwoordelijkheid.